ga toch wel even eerlijk zijn. Het is voor de eerste keer in mijn leven dat ik voel in mijn lichaam dat er een ruggengraat in zit, maar dan ook letterlijk en figuurlijk. Dit is de voorlaatste plaat aller tijden, ooit op Donna. Iedereen bedankt die ooit iets voor Donna heeft gedaan, want die gaat sowieso mensen vergeten. Zelfs de mensen die ooit een boel... Mijn tekst niet gebruiken, hè? Ja, bezorgd hebben. Ja, maar ja, ja, hetzelfde als mijn tekst. Slimmeke. Ik hoop dat mijn koffie zet gewoon vannacht het gaat begeven, dan is er toch nog een teken. Je krijgt er een nieuwe van mij. Aan de wand, voilà. Bedankt. Beautiful Day van U2 draai ik op aan jullie... Lieve mensen, lieve vrienden van Donna, want jullie waren het belangrijkste. Het woord is aan Michel. Dag luisteraars, ik hoor niet het laatste woord te krijgen op Donna. Wel jullie, maar dan had Donna nooit gezwegen zo dadelijk. Ik richt me tot iedereen voor wie Donna de voorbije 16 jaar iets bijzonders betekende. Luisteraars, technici, collega-presentatoren van vroeger en nu, artiesten, medewerkers achter de schermen, journalisten en iedereen hier in de studio. Donna was de maîtresse waarmee je kon thuiskomen, een fijn gezelschap voor onderweg, een dagelijkse huisgenoot. Wie het pad kruiste van Donna werd altijd gecharmeerd. Vandaag is het precies 6124 dagen geleden dat er op deze frequentie een nieuw geluid uit jouw radio kwam. Op 28 maart 1992 werd Donna geboren. Ze werd meteen in de watten gelegd en in geen tijd werd ze volwassen. Donna was jarenlang de populairste radio van heel Vlaanderen. Dankzij frisse muziek, fijne presentatoren en een hecht clubgevoel. Maar vooral dankzij de trouwe en enthousiaste massa luisteraars. Jullie dus. Zonder jullie zou Donna nooit Donna geworden zijn. Met miljoenen waren jullie die dagelijks bijna 17 jaar lang kozen voor Donna. In bad, op de bus, in de auto of op het werk. Vandaag, 2 januari 2009, is het tijd om afscheid te nemen. We doen dat met pijn in het hart, maar ook trots en tevreden. Donna heeft ons al die jaren een geweldige tijd bezorgd. We hebben er met z'n allen van genoten... En Donna krijgt voor altijd een bijzondere plek in ons hart. Bedankt iedereen. Bedankt Donna. En nu de fakkel wordt doorgegeven, blijft er nog één boodschap. Don't stop the music. Dit zeg ik van ganser harte. Donna Dieu. The fun. The hit.